Achterhoekse coverband Hike is terug van weg geweest. Na 2,5 jaar door het land te hebben getoerd als Saints and Sinners, grijpt de formatie terug op de oude succesformule. Saints and Sinners was een uitstapje, meer op als act gebracht. En eigenlijk is het zo dat bloed kruipt waar het niet gaan kan. Diep van binnen zijn wij eigenlijk gewoon Hike. Spijt houden we er niet van. We hebben echt leuke dingen gedaan. Het is alleen alweer tijd om weer het oude weer terug te pakken. Ja. Met Hike hadden we altijd het idee, de boel moet op de kop. Mensen moeten uit de plaat en handen moeten in de lucht en er moet meegezongen worden. En wij hadden daar muzikaal alle vrijheid toe. En bij Saints and Sinners was dat een beetje beperkter tot het concept. En ja, dat misten wij eigenlijk enorm. En dat is eigenlijk de belangrijkste reden. Dus eigenlijk is de reden dat we weer terug wilden naar Hike. Waren jullie 2,5 jaar geleden niet goed door moeten gaan met Hike? Ja, ik zeg altijd, als je dingen niet probeert, dan weet je het ook nooit weer wel. En we hebben echt hele toffe dingen gedaan. Een voorbeeld hebben we in Glamour Beach gestaan. Stonden we op het hoofdpodium naar Kensington. Ja, dat zijn wel toffe dingen waar je normaal gesproken als Hike niet terechtkomt. En waar je met Saints and Sinners, omdat het concept gewoon iets ruiger is. Iets andere stijl muziek. En dan past dat prima. Wat kunnen we verwachten van een nieuwe Hike? Toen in de tijd dat we naar Saints and Sinners gingen, hebben we eigenlijk heel veel van het platte feestrepertoire hebben wij geschrapt. En daarvan gaat nou dan wel weer een gedeelte terugkomen. Terug naar de gezelligheid? Uiteraard, ja. Ja, terug naar handen in de lucht en bier drinken. Jullie spelen natuurlijk veel covers. Gaan jullie zelf ook nog weer muziek maken? Ja, jij doelt natuurlijk op Lekker in de Zon en de hele cd die daar toen uit voortgekomen is. Nou ja, dat kan. Dat kan zeker. Daar hebben we het ook al wel echt over gehad. Maar we gaan nou eerst even concentreren om weer van Hike het product te maken dat wij voor ogen hebben. En als we dan weer eens een keer in een winter wat tijd over hebben, dan kunnen we misschien wel weer eens een keer aan een eigen nummer gaan denken. En waar moeten we dan aan denken? Ik denk lekker in de herfst, denk ik of zo. Ja. Nee joh, geen idee. Geen idee. Nee, werkelijk geen idee. Zover zijn we nog niet.